steken, weer schuin afgeven. Zo, en prikken. Zo, ons vriendje kan nu al stappen, kijken, ruiken, spreken en eten. Maar wat ontbreekt er nu nog? Tuurlijk, een ezeltje zou geen ezeltje zijn zonder stekels. Dus, we nemen het aan de stokers en we prikken erin. Hoe gaat het? Goed hoor, stevig. Ja, het wordt hier dus een dolle bol, zoals je kan zien. Ik weet dat jullie ook staan te popelen om zo'n leuke dingetjes te maken. Veel plezier ermee, dat is